قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Zoals ik net uitlegde, geloofsgetuigen, dat er twee onderdelen. Allereerst, je gaat getuigen dat geen God het recht heeft om aanbidden te worden, behalve Allah. Allah, el-ilah, betekent de aanbidder. En je getuigt dat God, profeet Mohammed, heeft gekozen als boodschapper. En dat profeet Mohammed de boodschapper is die de islam, de monotheïsme, is heeft gebracht. Zeg maar, nou, als je wil, ga ik eerst in Nederland zeggen, dan in het Arabisch. Ik getuig. Dat er geen God is, die het recht heeft, om aanbeden te worden, behalve Allah. Allah. En ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is. Bij deze ben je de islam binnengetreden. Ga je zo feliciteren. Nee, we gaan eerst het Arabisch doen. Ik ashhadu an la ilaha illa الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رسول الله. خفيف الستير. بعد إيسا بيت إسلام.